Wij gaan een verhaaltje schrijven. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn wij terechtgekomen bij een onbekende plek waar we een oude Farfetch hebben gevonden. Die blijkbaar een summon is, genaamd Ramu, en die wil dat wij een verhaaltje gaan maken. En dan zal hij aan de hand van het verhaaltje beslissen of hij onze Edoion wil zijn of niet. Tenminste, zover ik heb meegekregen nog van de vorige aflevering, want het is een tijdje geleden dat ik dit gedaan. Nogmaals mijn excuses daarvoor. Maar aangezien, ja, onverwachte evenementen zoals nieuwe setup, voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen. En voor de, ja, evenementen van gisteren waar ik niet te veel woorden aan vuil wil maken eigenlijk. Dus het is namelijk niet echt een leuke gebeurtenis wat er gisteren is gebeurd. Het is nogal een treurige gebeurtenis. Maar zoals ik al zei, ik wilde niet te veel woorden aan vuil maken. Dus, maar goed, we zijn dus terug met Final Fantasy. En we moeten dus zeg maar een verhaal verzinnen. Of een verhaal vinden. En we moeten dus 5 klonen van een of andere gast moeten we dus vinden. En ik zie dat het houden bijna geen MP heeft. Dus dat wil ik heel eventjes gelijk gaan fixen. Dus laten we er maar gelijk eventjes gaan induiken. Even kijken, hadden we equipment? Want we hebben nou een Mithril Vest gevonden. Dus nou ben ik heel eventjes nieuwsgierig, is dat een betere equipment? Nou, die zorgt ervoor voor een auto potion, maar ik zie hier dat wij Stonekiller met Adamvest en Birdkiller. En dat zorgt ervoor dat fire damage minder, 50% minder doet. Dus op zich wil ik die mezelf wel geven. En voor de rest denk ik niet dat er echt nieuwe equipment is dat we willen equippen voor onze vriendjes. Dus ik zit hier heel eventjes naar beneden te bladeren. Ja, jij bent hier nog steeds aan het leren. Heb jij nog hier iets nieuws? Nee, hier iets nieuws? Nee, hier iets... Oh, die ben je nog aan het leren. Nee, we hebben niks nieuws. Dus, oké, nou, dan gaan we maar eens eventjes op zoek naar de oude Farfetch. Er zijn hier random encounters. En natuurlijk, de eerste random encounter, die laten we natuurlijk zien. Want het is een vijand die we nog niet hebben gehad. Of toch wel? Jawel, hier komen wij de vijand tegen die dus zeg maar zo enorm leuk is op stromen. Die we dus zeg maar tegen zijn gekomen op het moment dat we dus, zeg maar, in die hunting festival zaten. Maar ja, we zijn nou een stuk sterker en een stuk sneller. Dus je wil absoluut geen Thunder tegen hem gebruiken, aangezien dat Thunder hem zou healen. Dus daar wil je vooruit kijken. Maar op zich is hij niet zo krachtig. Dus denk ik niet echt dat je veel problemen zou hebben met deze vijand. Zie, één Blizzard ertussendoor. 874, de Towler kicks ass. En daar zijn we wel erg blij mee. Ik vind het wel grappig hoe dat hij nou met ijsaanvallen bezig is, wel dat hij met zijn Let's Play kanaal nou op dit moment erop Confries aan het doen is. Oké, nou, Reflect is geleerd. Daar zijn we heel erg blij mee. We hebben weer wat geld gekregen. En vanaf dit punt zullen we dus random encounters eruit gooien, aangezien dat het volgens mij alleen maar die gast is. Nou, we hebben hier dus iemand gezien. En dit is Historian Explanation, maar de tekst die erbij zit, die zal ik gaan voorlezen op het moment dat we dus alle 5 hebben, zodat we het echte hele verhaaltje hebben. Dus we hebben dus nog 4 van die gasten te vinden. Dus we gaan ze eerst vinden en daarna gaan we het hele verhaaltje voorlezen. Dan moet ik mij natuurlijk wel aan herinneren dat alles in het Nederlands moet. Oké, we hebben er hier ook nog eentje net voor het kistje, dus die is niet te missen. En we hebben dus gratis en van niks hier een ogre. Maar ja, die hebben wij op dit moment al geëquipt. Dus wil je hem gratis hebben, heb je hem op dit moment nog niet, dan zit hij daar in het kistje. De reden waarom dat ik hem gewoon gekocht heb is omdat je kunt hem al veel eerder equippen en je wil dat ding gewoon hebben. We hebben er hier weer eentje gevonden, dus we hebben er nou nog 2 te gaan, dus dit gaat lekker snel. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Deze is niet zo moeilijk, maar je moet wel een aardig woordje Engels kennen om eigenlijk het verhaal te kennen. En we zagen net een hint tot daarboven dus zeg maar ook nog zo'n gozertje loopt. En als ik me niet vergis is hier. Hier heb je dus automatisch zeg maar de gast die dus jou vertelt hoeveel dat je er nog nodig hebt. Hier zie je. We geven nog niet op, dus... Maar daar moeten we dus zeg maar ons melden op het moment dat wij dus 5 van die gastjes hebben gevonden. Nou, dit is de enige manier om bij dat kistje te komen. Dan vinden we een gratis Mithril Armlet. Volgens mij hebben we die al. Eventjes snel kijken. Ik zie niemand geëquipt. Nou, die hebben we nog niet. Ah, Bugkiller. Maar die kunnen jij niet leren, dus... automatisch voor de zeep. Ik dacht dat we die al zouden hebben, maar blijkbaar hebben we die nog niet. Ik wou eigenlijk daar naar boven toe, maar dat maakt niet uit. Dat moeten we hier doen. Oké. Want we zien naar boven zien we dus nog 1 van die gastjes lopen. Er was dus zeg maar een vraag wanneer dat wij de summons kunnen gebruiken. Oh, het is een nieuwe vijand. Never mind.
Dit zijn insecten, daar was ijs ook weer heel erg effectief tegen. En nevermind, wij zitten in trance. Zoals je ziet, we hebben dus nou Tidal Flame, Scoop Art en Shipwreck door de nieuwe wapens die we hebben geëquipt. Het probleem is, Scoop Art die kunnen we beter niet doen, omdat dat zeg maar één vijand raakt. Dus laten we ze allemaal raken met onze trance. Ja, mocht dat ze niet killen, ik betwijfel het, maar goed. Shipwreck! Laat ik eventjes de tekst even weghalen om op vierkantje te drukken, dat is ook een mogelijkheid. En we hebben dus zeg maar bijna 3000, 4000 schade daarmee gedaan. Maar ja, dat is een limit break. En, of ja, een overdrive of een, hoe heet dat hier, trance? Iedereen heeft zijn eigen benaming daarvoor. En ja, op zich is het wel een sterke trance. Laten we eerlijk wezen. Alleen nog steeds, ja, jullie weten wat het nadeel is van de trance. En ik heb ook een probleem met de summons, maar daar kom ik later op. Goed, dus we weten dat er hier eentje staat. En dan hebben we er dus nog maar eentje te gaan. We hebben de beginning. Nou, dat is dus het begin van het verhaaltje. En als ik me niet vergis, als wij teruglopen naar de plek waar dat we allemaal begonnen zijn, in de vorige aflevering dus eigenlijk geëindigd zijn, dan zien we hier dat de laatste zeg maar is. Dus, en we hebben Hero gevonden. Oké, nou. Op zich maakt het niet uit, want je hebt maar 4 delen van het verhaal nodig. 4 van de 5. En hoe dat het in precies in zijn werk gaat, dat zal ik jullie uitleggen op het moment dat we het verhaaltje gaan vertellen. Dus het verhaaltje moet wel ergens op slaan natuurlijk, dus je moet het wel in de goede volgorde plaatsen. Dus ja, laten we dat maar even gaan doen. Oh, nog eventjes een kleine note voordat ik dus zeg maar verder ga. Tijdens battles, op het moment dat je nou op summon drukt en je kijkt dus zeg maar bij Zelda, dan zul je zien dat alle donkere summons die wij eerder niet konden gebruiken omdat ze veel te duur waren in MP, dat ze nou verdwenen zijn aangezien dat de Edelions afgepakt zijn van Zelda door de olifantenvrouw. Dus dat wil ik nog heel eventjes zeggen. Goed, dan komen we dus zeg maar hier aan. En als we met hem praten... Dus je hebt ze alle 5 gevonden. Laat me het verhaal maar horen. Oké. Hoe dan ook, het verhaal heeft maar 4 stukjes. Weet je zeker, eentje hoort er niet tussen, dus kies er maar 1. Of we kiezen 4. Nou, je hebt dus zeg maar de beginning waar je mee wil beginnen. Even kijken, de Headed for a Snowfield. Volgens mij wil je daarna... even kijken, de Headed for a Snowfield. Dan wil je de Silence, dan wil je Cooperation. En dan moet je eindigen met Hero of Human. Dus dat is eigenlijk een beetje de volgorde. Goed, dus... Lang geleden, 33 kleine dorpjes vochten tegen een empire. Eén dag, een rebellentroep heeft een man bezocht, genaamd Jozef. Die leefde met zijn dochter. Hij had een schuld bij de troep en hij heeft geaccepteerd dat... hij accepteerde het geroep om hulp. Ze gingen naar een grot in een sneeuwenveld. Dus daar wil je mee beginnen. Even kijken, dan moet ik wel eventjes denken hoor. Op hun weg naar huis toe, ze zijn toen in een val gevallen bij een verrader. Jozef heeft zijn leven opgeofferd om de troepen te helpen. De troepen zijn weggegaan zonder de Jozef's dochter Nelly te vertellen wat er gebeurd was over de tragedie. Even kijken hoor. Nou, volgens mij moet je eerst cooperation, dus... Met Jozef's help de troep de versloeg de animals in het sneeuwveld grotje. En hebben de Goddess Bell gekregen om daar de Empire's Castle daar binnen mee te kunnen komen. Het lijkt een beetje op Bemusia waar ze het over hebben. Dus nou willen we hiermee. Maar op het moment dat ze terug wouden gaan zijn ze dus in een val gevallen door een verrader. En Jozef heeft zijn leven gegeven om, om het leger zeg maar te redden. Het leger heeft, is weggegaan zonder de dochter van Jozef Nelly de tragedie te vertellen. Nou kunnen we dus hier kiezen. Het feit dat, dat is human. Het feit dat ze niet Jozef's dood hebben verteld aan de dochter. Was inactive of their guilt and failing to protect him. Dat was omdat ze hebben gefaald om hem te beschermen. In het einde, helden zijn ook nog eens een keer mensen. En bij Hero is het alternatieve einde. Ondanks Jozef's dead was niet gereport naar de dochter. Het mannen van de dood sprak voor zichzelf. Dit is het verhaal van een echte held. Dus je mag jezelf kiezen wat je eigenlijk zou willen doen. Maar ik vind de zin... helden zijn eigenlijk ook mensen. Vind ik heel erg mooie zinnen. Dus daar sluit ik het normaal gesproken mee af. Heeft geen effect over hoe dat je je summon krijgt of wat dan ook. Dus laten we hiermee eens gaan doen. En dan vertelt hij dus zeg maar het hele verhaal. En daar ben ik tevreden over. En dan gaat hij zeggen... Mag ik één ding vragen? Hoe heb je gekozen voor... mens als conclusie.
mensen gaan dood. Oh, mensen vertellen verhalen aan andere mensen. En als mensen in een verhaal foutjes hebben en alles, dat hebben we allemaal. Ik bedoel, ja, dat is waarom helden zijn in de mensen, hun gedachtes en zo. Ik wil weten wat je denkt in je eigen woorden. Ik? Ik ben weg van mijn stad, van mijn koninkrijk. Maar ik ben niet mijn mensen vergeten. Je ziel is heel erg kwetsbaar op het moment. Misschien zou je relaxed zijn als ik je Hedoyon ben. Dankjewel! Er zijn heel veel paden. Onthoud dat je alleen kiest welke pad dat jij zal lopen. En we hebben de Spiriot gekregen. Misschien nu? Laten we naar Limblum gaan! Oké. Hey ouwe man, ben je al weg? Dat is een mis. Ik zou me eigenlijk willen vragen waarom dat diezelfde eigenlijk zo'n rare spel liet spelen. Ik bedoel, ik vind het raar. Serieus, helden, mensen. Ik bedoel, het zijn dingen gewoon die mensen zeggen aan een feit of zo, weet ik veel. Ik bedoel, wanneer dat ze mening over iets proberen te vinden over een karakter. Ik bedoel, serieus, waarom dat proberen? Waarom een keuze maken en zo vooral? Ik snap het niet. Logica's met een. Ik denk dat de oude man gewoon naar Ardion zou willen zijn, maakt niet uit hoe en wat. Dat is de indruk die ik heb gekregen. Zeepie, touwlig, laten we gaan! Oké. Je hebt helemaal gelijk. Het is niet wat wat mensen zeggen daarna. Het is wat ze eigenlijk denken over zichzelf. Ze zou het misschien niet doorhebben, maar wanneer dat ze wenste om te leren hoe dat ze summon moest gebruiken, is de summon kracht teruggekomen naar haar. Summon magie kan gebruikt worden voor goed of kwaad. Ze is nog steeds jong, maar er is nog steeds ruimte om te groeien. Dus ik kies om haar te gebruiken als mijn meesteres. Ik zal over haar waken. Ik hoop dat jullie daar ook zullen beschermen. Ja, natuurlijk joh. Wat een raar spelletje. Maar goed, we hebben dus onze eerste summon te pakken gekregen. Het enige nadeel is, summons zijn nogal een beetje gedowngrade. Maar goed, we hebben nog eventjes een beetje storyline. Kijk, het is Limblum's castle. Oh, wat leuk. Ze zijn toch wel dichtbij. Ik bedoel, Treno is nog een beetje daar. Maar we kunnen dus niet meer terugkomen op die plek. En ik denk dat ik één ding even vergeten ben. En dat is eventjes een brief te checken. Dus ik wil heel eventjes snel even checken of we een brief nog voor die Moogle hebben. En met dat gezegd hebben. Kan ik heel eventjes trouwens nog naar de equipment? We kunnen dus zeg maar, als we nou dus deze pakken. Dan zien we dat er een enorme decrease is aan stat. En we zien ook gelijk dat Tundare geleerd kan worden door de Towler, door deze. Maar Ramur, dat is dus zeg maar de summon die we kunnen leren. En dat is op zich wel een hele sterke aanval. Die we zeker zullen gebruiken bij onze eerste gevecht. Die we dus nu krijgen. Oh, wat een timing. Nou, het nadeel met summon is. Ik vind summon een beetje pointless. Ik bedoel, het is wel tot Zelda nou een sterkere aanval heeft. Maar ja, daar houdt het dan ook wel mee op. Ik bedoel, soms is hij nog niet eens heel erg krachtig. Maar goed, we zullen hem laten zien. Als we dus naar een summon gaan, dan zien we dus Ramu. En dan kunnen we dus nu op dit moment eindelijk beginnen met een summon op te roepen. Ik zal heel eventjes het vierkantje weg hebben, zodat we het hele filmpje hebben. Een summon laat dus een hele cutscene zien. Daar hebben we Ramu. En die komt dus tevoorschijn en die doet een sterke thunderaanval. Een soort van Tundara van de Towler. En als je ziet, deed het niet zoveel schade. Dus een heleboel beloni om niks. Ik bedoel, ik vind de summons behoorlijke downgrade. Ik bedoel, als je gaat kijken naar Blizzara, dubbele schade. Dan kan het natuurlijk zijn omdat ze zwak zijn voor ijs, maar Thunder hoort eigenlijk gewoon veel meer schade te doen. Vergeet niet, die summon die kostte 22 magic points, terwijl Blizzara maar 12 kost. En dat vind ik eigenlijk een beetje een tegenvaller, maar daarom ben ik niet zo'n fan van de summons in Final Fantasy 9. Net zoals dat ik niet echt van de trends een grote fan ben. Maar goed, laten we wel eventjes bij de Moogle gaan kijken of wij dus inderdaad de kracht hebben om nog een briefje eventjes te vragen. Hebben wij toevallig een brief? Read mail, dat hoeft niet. Dit kan wel het einde van me zijn. Oeh, dat is best wel creepy. Oké, nou, heb jij een brief die we willen sturen? Nee, jij wil een brief. Ja, maar wij hebben geen brief. Maar Monty hebben we al een paar keer gezien eigenlijk. Dus, apart. Maar goed, hij wil dus geen brief, dus we kunnen hier gewoon zonder enig probleem verlaten. En we hebben dus, zeg maar, hier niks meer wat we hier kunnen vinden. Dus, deze plek, het is een leuke plek, maar het is de laatste keer dat we hier komen en we komen hier dus niet meer terug.
Nou is er nog één ding van Summer wat dus ook heel erg vervelend is. Net zag je dus zeg maar de hele cutscene. Maar je hebt dus zeg maar ook een moment dat je dus gewoon een... Jawel, spring naar beneden. Je hebt dus ook zeg maar een moment tot op het moment dat je dus zeg maar Summon oproept... dat je maar een kleine korte aanval ziet en die doet dus minder schade. Zeepie! Stop nou eens met klagen, luister! Ja? Ik wil Summon met je magie gebruiken om iedereen te beschermen. Ik weet dat je het kan, Zelda. Ik bedoel, ze zijn pointless. Maar dat maakt niet uit. Ik weet dat je het kan. Zeepie? Kijk. Is dat niet het Red Rose? Dat schip van Alexandria? Oh, nee, hè. Die olifant weet ook niet van ophouden, hè. Dus is Bemusia nou Limblum? Waarom moeten ze altijd alles slopen? Ik haat die blauwe olifant. Die lichten, die zullen wel... Dat zijn wel telepot. Ik bedoel, ze zijn Black Mages direct naar binnen het kasteel aan het brengen. Ze gebruikte gebruikte ze Summon Magie daarna. Nee, moeder! Moeder! Zelda! Touwler, val nou eens niet. Struikel nou eens niet de hele tijd. Wat, de neus? Arme Zelda! Ik weet het, het is je stiefmoeder. We weten dat het niet echt een moeder is, maar... Oh, jij vindt het geweldig. Maak je geen zorgen, Zelda. Komt allemaal wel goed. We gaan er dadelijk direct op af. Want wij zijn nogal levensmoe, denk ik. Weet ik veel. Het is hier zo stil. Ik kan niet geloven dat je Limblum hebt aangevallen. Voorzichtig. Ze zullen er nog steeds in de buurt zijn. Touwler, jij blijft hier. En verstop jezelf. Nee, echt niet. Het is gevaarlijk hier. Ik weet het, maar er zijn Alexandrian soldiers overal. Ik bedoel, je moet echt uit hun gezicht zelf blijven. Ik bedoel, ja. Oké. Hey, niet bang zijn. We zullen zo terug zijn. After these messages. Het spijt me, Touwler. Het is oké. Maar schiet wel een beetje op. Jeetje. Ma. Oké, dus we zijn nou zeg maar hier bij Limblum aangekomen. En we hebben dus gezien dat de blauwe olifant het heeft aangevallen. We hebben Summon Magic geleerd. En dan denk ik het eigenlijk beter later bij deze aflevering. Dus in de volgende aflevering gaan we kijken wat er nog van Limblum over is. Kijken of we nieuwe equipment kunnen kopen. Misschien. En kijken wat onze volgende plan wordt. En hopelijk is Sid in orde. Je weet wel, onze kever, insect, bug, ogelop, dinges. Dus ik denk jullie voor het kijken. Heb je nog vragen over deze aflevering of een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, dan laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt. Sorry dat er een tijdje geen Final Fantasy is geweest. Maar we gaan het gewoon weer oppakken waar dat we geweest zijn. Livestreams zullen altijd nog zeg maar aangekondigd worden via Facebook. Link staat in de beschrijving mocht je daarvan op de hoogte zijn. Via dezelfde Play 20 page. En met dat gezegd te hebben, hoop ik jullie morgen allemaal te zien met de volgende aflevering van Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken jongens. En tot morgen. Doei!